Hi, Guido Fox hier. Welkom bij een nieuwe boekbespreking. Vandaag het boek Being in Love van Osho. Rond de 230 pagina's heb ik voor jullie gelezen. Heb ik de belangrijkste dingen gehighlight. En een mooie samenvatting weer voor jullie gemaakt. Zodat jullie het boek niet hoeven te lezen, maar gewoon de video kunnen bekijken en dan hebben jullie de kern te vatten. Dus in de auto of tijdens het koken kan je natuurlijk gewoon mijn YouTube video's aanzetten en dan kunnen jullie luisteren naar prachtige, spirituele, vrijzinnige ingevingen die veelal haak staan of anders zijn dan de conditionering, dan de massa-conditionering, de crowd-conditionering waar wij in leven. De bovenste titel is misschien nog wel veel belangrijker dan de hoofdtitel Being in Love. De boventitel is How to Love with Awareness, with Consciousness and Relate Without Fear. En in deze titel zitten al zoveel wijsheden. How to love with awareness. Hoe kan je leven in liefde met consciousness? Dat heeft natuurlijk alles weer te maken met die chakra openings die je kan bewerkstelligen, die je kunnen laten shinen, die warm van binnen aanvoelen als je ze maar genoeg aantikt. Daar had Jezus het over, daar had Boeddha het over, daar had Krishna het over en Maravira had het erover. Alle grote spirituele leiders hadden het over de 5 chakra's in je lichaam die open kunnen springen als je maar genoeg contempleert en mediteert. Dus tijdens mijn teachings, tijdens het spreken, probeer ik ten alle tijde ook mijn aandacht te hebben bij mijn chakra's, bij mijn Amrita Nadi lijn, bij de river of bliss consciousness in mijn lichaam. En dat is diepe spiritualiteit. Dat is liefde met awareness. Dat is love with awareness. Dat is love with yourself. First love with yourself. And if you can love yourself, you can shine it outwards. Dus eerst naar binnen, eerst naar je lijn, eerst naar je chakra lijn. En dan kan je uiteindelijk pas liefde gaan geven. En dat is misschien ook wel een van de kernaspecten in het boek. First yourself, then the others. Het is namelijk heel gevaarlijk als mensen gaan geven vanuit leegte, vanuit innerlijke leegheid, vanuit emptiness. En dan ga je namelijk geven vanuit een eigen behoefte, omdat je iets wilt terugkrijgen, of je geeft eigenlijk niets, want het komt voort uit een leeg zijn, uit een leeg gat, uit een leeg vat. En je kan pas bier schenken, hè, uit een vol vat. Dus je zult eerst vol moeten raken. Je zult eerst vol moeten lopen. Als jij vol loopt met liefde. Als jij vol loopt met compassie naar de medemens. Dan pas kan je geven. Dan pas kan je werkelijk vanuit overvloed, vanuit abundance, kan jij geven aan je medemens. En dat is in de diepste kern love with awareness. How to love with awareness and relate without fear. En relate. Ik wil even ingaan op deze zinsterm, deze ontleding van de zin relate. Osho bedoelt daarmee dat de toekomst ligt in relating. We gaan relaten met mensen, we gaan connecties aan, we gaan verbindingen aan
met meerdere mensen in ons leven. We gaan ons niet meer opsluiten in een 50, 60, 70 jaar huwelijk met dezelfde persoon. Het zou kunnen, maar altijd in vrijheid en ook in seksuele vrijheid. Dus we gaan naar relating. We gaan met meerdere mensen onze reis hier op aarde maken. We gaan van verschillende mensen gaan wat leren. We gaan ontdekken. Hè? Een spirituele tocht is een ontdekkingsreis die haak staat op dat ouderwetse, conservatieve, monogame denken. Hè? We gaan eigenlijk toch een hele diepe reactionaire beweging maken naar meer de natuur. Naar meer terugkeer naar de jungle. Daar hadden we de vree en er kwamen kinderen uit. En daar hadden we helemaal niet echt van die relaties. Die relaties, die huwelijken, die kwamen eigenlijk pas bij de landbouwsamenleving. Hè, en de stedensamenleving. Toen kregen we dat de kerk en de autoriteiten moesten controle zien uit te oefenen. Wat rust om die bevolking te brengen. En toen is dat hele monogame huwelijksstelsel is tot stand te komen. Waar spiritualiteit gaat helemaal terug naar onze oorsprong, onze jungle denken. En daarin zijn we vrije wezens. En mogen we vrijen met iedereen die we willen. En waren daar helemaal geen afspraken over dat het allemaal zo exclusief zou zijn. Dus we gaan enerzijds terug naar meer naar de natuurlijke instincten, waar ik het vorige video ook over gehad heb, over natuurlijke instincten, maar anderzijds evolueren we wel verder, omdat we op toe gaan naar uiteindelijk een liefdevolle natuur, een liefdevolle jungle, zonder strijd, maar wel in een soort paradijs. We willen uiteindelijk naar het paradijs toe op aarde. Dus relating, dat zegt heel veel. Al de titel, wat dat nou precies betekent en waar we uiteindelijk dus heen gaan in relationeel opzicht. Dus how to love with awareness and relate without fear. En fear is echt wat de meeste mensen toch wel bevangt. Heel veel mensen leven in angst, leven in angstige relaties, zijn bang om die relatie te verliezen. En dat slaat toch vaak over in controlezucht op de partner, diepe jaloezie, in de gaten houden. Je kunt op een gegeven moment mensen niet meer vrij laten. En op het moment dat jij claimt, dan gaat er ander vluchten. Het claimen gaat voor het vluchten vooruit. Lees ik ook in alle literatuur en merk ik ook uit mijn persoonlijke liefdeservaringen. Dus op het moment dat je claimt en controleert en jaloers wordt, dat heeft vaak een hele averechtse werking op de relatie. Want die ander zal alleen maar vluchten en zal alleen maar op zoek gaan naar ander vertier en andere positievere ingevingen. Daar heb ik in het vorige video over gehad, over poison in relationships. Kijk hem terug, emotional wellness. Daar ga ik dieper in over poison in relationships. Maar de challenge is uiteindelijk om te relaten, dus in vrijheid. En ook andere mensen of jouw partners de alle vrijheid te geven om zich te kunnen ontwikkelen in allerlei verschillende manieren. Dus openstaan voor de wereld. Gun je andere partner ook zijn of haar affaires, haar one-night stands, two-night stands, maakt mij het allemaal uit. Maar gun die partner zijn of haar vrijheid. Want het zal alleen maar zorgen dat die partner weer opgeladen is, weer nieuwe energie heeft gekregen en ook weer waardeert wat diegene heeft, hè? Wat voor langetermijn partner diegene heeft. Dus vrijheid leidt uiteindelijk tot ook weer een diepere emotionele verbinding tussen elkaar. Als je bijvoorbeeld Esther
Peril leest, beroemde relatiecoach, relatietherapeuten, zij verkondigt ook dat open relaties uiteindelijk meer emotionele diepgang opleveren en het langer ook volhouden dan gesloten monogame relaties. Die gaan stinken, die gaan rotten. Het is onnatuurlijk. Frustraties komen er via allerlei andere wegen uit. Dus dat is niet echt de goede methode om het langer vol te kunnen houden met elkaar. Liefdevol, energetisch, hè, vol te kunnen houden in de positieve sens. Nu is het vaak, oh god, we moeten nog 10 jaar met elkaar uithouden achter geraniums, want dan gaan we sterven. Dat is het niet meer. Dat is niet het nieuwe leven. We gaan toch naar een ander soort dynamiek toe in onze toekomstige samenlevings, / gezins, / liefdespatronen. Ja, en wat nu dus gebeurt, hè, is vaak dat heel veel mensen wel willen relaten met meerdere mensen of met één iemand, maar niet durven. Dus heel veel mensen houden intimiteit af, want als er eenmaal seks in het spel komt, dan kunnen mensen verliefd raken. Dus heel veel mensen houden die seksualiteit achter. Dat is ook iets om te overkomen, hè. De kracht van kwetsbaarheid. Je zult op een gegeven moment ook je angsten daarin moeten opgeven en je helemaal open moeten gaan stellen naar iedereen. Hè. Ik kan ook verliefd worden op verschillende mensen. Maar oppassen dat je niet gaat blokkeren omdat je bang bent dat je gekwetst kan raken. Of dat je bang bent om geraakt te kunnen worden. Dus heel veel mensen zijn bang om gekwetst te raken. En dat kan ik begrijpen uit het verleden. Maar die angst moet in de prullenbak. En uiteindelijk moet je weer open durven geven naar de medemens toe. En dat draagt ook weer bij aan jouw verwerkingsproces. Vrije warmte, liefde is ook een soort genezingsproces. Dus geniet daar vooral van die vrije partijen en de seksualiteit en het samen zijn. En durf je open te stellen om juist die emotionele wonden uit het verleden te kunnen genezen. Bladzijde 3 gaan we naartoe, naar Osho. Over parental conditioning en society conditioning. Hele interessante, diepe, spirituele wijsheden. The parents can't love. They don't know what love is. They have never flowered in love. Dus omdat jouw ouders nooit verlicht waren, omdat jouw ouders nooit de innerlijke lijn hadden gevonden, nooit het bliss hadden gevonden in hun lichaam, konden ze die nooit overbrengen op jou. Dus op een gegeven moment raak je teleurgesteld in je ouders, omdat ze niet konden geven waar jij uiteindelijk nodig hebt, wat jij uiteindelijk naar zoekt in allerlei vormen, in fame, in wealth, in status, in macht en geld, allemaal afleidingen van de innerlijke lijn, allemaal afleidingen van de river of bliss consciousness. Dus omdat jouw ouders dat niet konden geven, omdat je ouders dat niet hadden, ga jij op geen afkeer krijgen van je ouders. En uiteindelijk zorgt dat voor een afscheid. Omdat je vrij wil worden. Je wil vrij worden. Hij noemt dat get rid of your parents. Hij zegt eigenlijk get rid of your parental conditioning. Dus jouw 23-jarige gemiddeld indoctrinatie van je ouders. Die conditionering die op je is geplakt. Voor je ouders, het schoolsysteem, de middelbare school, de universiteiten. Je bent nooit volgens Osho een individual geworden. Je bent nooit zelfstandig geworden. Je bent altijd maar onder druk of onder leiding van je ouders gestaan. En nu ben je voor het eerst vrij als je deze dingen opgeeft. Boeddha, Jezus, Mahavira, waar ook allemaal het gezin verlaten. Hè? Jezus op zijn 14e, Boeddha
op zijn 27e paleis uitgegaan. Zijn vader was, dacht, nou, dit wordt een keizer, hè? Die gaat het koninkrijk leiden. Maar Boeddha, no way, hij ging gewoon uit de gezinsdynamiek. En, hè, dus heel veel mensen zijn teleurgesteld in hun ouders. En dat heeft, de reden is dit. De reden is dat zij nooit de vlam, de flower hebben kunnen overbrengen op energetisch level. Omdat je uit de family conditioning stapt, stap je in wezen ook uit de society conditioning. Dus alle conditioneringen die jou bijgebracht zijn, ga je loslaten. Ga je van een afstand bekijken, ga je reflecteren. Dus parental conditioning zorgt ervoor dat je ook uit de samenleving stapt. Want de samenleving zit in je ouders. Het is still crowd. Het is still mass. Het is average. Het is gemiddeld. Het gemiddelde zit in je ouders. En de samenleving zit in je ouders. Dus afscheid van ouders, afscheid van conditioning, van denkbeelden, van dogma's van je ouders, leidt ook tot afscheid van de samenleving. Je gaat uit de crowd, uit de massa. Dus out of the society conditioning, wat Osho hier opschrijft. Out of the family is out of the society. En je moet loskomen van de gemiddelde spirituele levels, van de verschillende consciousness levels, van de crowd, van de massa, om uiteindelijk spiritueel te kunnen groeien. Dan word je een individual, dan word je eindelijk zelfstandig, dan word je eindelijk op jezelf komen te staan. Ja, als je get rid of your parents, you get rid of civilization. Je raakt uit de geciviliseerde samenleving, dus back to the nature. The get rid of education, dus get rid of scholing, wat je altijd is bijgebracht. Je moet alles opgeven om verlicht te kunnen raken. Je bent no longer part of the mass, je bent niet meer van de crowd. Dit is wat groei is, dit is wat een grown-up person should be. Je mag namelijk niet meer clinchen of op iemand leunen. Geen controle meer op iemand. Hè? Datzelfde in die relatie, die possessiveness. Dat mensen elkaar gaan controleren en dat er controle op komen te staan. Dat leidt niet tot meditativeness. Dat leidt niet tot meditatie. Dat leidt niet tot de flowering of de inner soul. Dus step out the family, step out the society and you will grow as an inner person. Dan komt je second birth. Hè? The ego I will be dissolved. Zo, je gaat, als je uit de maatschappij stapt, uit de family conditions, dan ontstaat er een second birth, omdat jouw ego niet meer nodig is. Je hoeft niet meer te strijden, je hoeft geen conflict meer aan te gaan, je hebt geen ruzies meer, je hebt geen haantjesgedrag meer, je hebt geen familiestatus meer, je hoeft niet te bewijzen dat je het goed gaat met je werk of hoeveel inkomen je hebt of heel jouw bewijs ego-mechanismes naar de buitenwereld vervalt, want je bent out of the society, je bent out of the family, dus al jouw ego-mechanismes, al jouw ego-werkingen worden verlaagd als jij zelfstandig doorgaat in het leven. En dan gaat je ego sterft, je ego dissolve. You go beyond the ego. En als je beyond the ego gaat, dan kom je uiteindelijk bij de self. And then you come by the Amrita Nadi line. You come by the chakra opening. So dissolving the ego is uiteindelijk de weg naar de rose. Zoals Osho dat schrijft.
Your home is full of the fragrance. That is how love happens. That is what awareness is. The rose can flowering. En dat is eigenlijk het pad van verlichting. Dat is het pad naar ultieme liefde voor jezelf, maar ook ultieme liefde voor de ander, voor de buitenwereld. Je kan alleen maar die liefdestank vullen alleen en dat uiteindelijk verspreiden over de massa. Dat is eigenlijk wat die spirituele groei inhoudt. Je gaat het meer verdelen over verschillende mensen. Dit is de parental conditioning en de society conditioning en de relating without fear path. Ander punt is boredom, verveeldheid. Als ik op straat loop, zie ik zoveel verveelde, dode blikken. Mensen zijn gewoon verveeld. En verveling leidt tot rusteloosheid. En dat klinkt een beetje als een paradox. Hè? Je denkt als je verveeld bent dat je op de bank ligt en niets doet. Maar verveling leidt tot rusteloosheid. Hè, dat is een soort overcompensatie, die rusteloosheid. Ik zie zo voor mij dat je dan extreem gaat shoppen, weet je. Of naar de mediamarkt toe gaat om allerlei gekke producten te kopen die je toch niet nodig hebt. Hè? Dus verveling leidt tot rusteloosheid. En die zijn deep related tot elkaar. Op het moment dat je veel mediteert en je opent jezelf, dan ga je je veel minder vervelen. En je bent veel minder rusteloos. Je hoeft niet heel veel dingen te doen om bepaalde gaten in je dag te vullen. Je geniet van de dingen die je doet. Je geniet van de mensen die je ontmoet. Je geniet meer van het moment. Je hebt minder behoefte om inderdaad allemaal gaten in je dag op te vullen en vanuit rusteloosheid te handelen. Dat is eigenlijk niet meer nodig. Dus iemand die mediteert en Boeddha en Jezus waren eigenlijk nooit verveeld. Terwijl heel veel mensen in deze samenleving heel erg verveeld zijn. Die hebben een baantje ergens, die vinden het allemaal best, die gaan 2 keer per jaar op vakantie en komen 5 uur thuis en de tv gaat aan, Netflix, chips, cola en that's your life. En gaan zich vervelen en het weekend gaan met koopjes jagen. Dus iedereen is bored. En daar komt rusteloosheid uit voort, maar ook agressie. Ook vanuit boredom ontstaat vaak agressie. Dus wil je in de samenleving, de link naar de samenleving, wil je agressie voorkomen, dan zul je boredom moeten aanpakken. En als je boredom aanpakt, dan kom je uiteindelijk bij meditatie uit en bij chakra openings. Want als je daar zit, dan is er geen boredom meer. Dan is elk moment prachtig in welke omstandigheid je ook leeft. Hè? Jezus die had zijn kruisiging zelfs, ik weet zeker, toen hij gekruisigd werd of het kruispad bewandelde, dat hij ook bij zijn chakras was. Dus dat hij zelfs voor in dat moment naar dat kruis toe, dat dragen van het kruis, dat hij alsnog bij zijn chakras zat en alsnog liefde had ook voor de mensen die hem kruisigden. En die mensen waren boord. Die waren angstig voor Jezus, die had zo'n apart energieveld, die was zo'n spiegel voor ze, die had zo'n kracht dat ze bang waren, ze waren agressief en ook in een bepaalde manier, denk ik, verveeld. Om de link even weer naar boredom en rusteloosheid te maken. Boredom is ook niet dat je gaat op vakantie en je gaat je huis telkens weer verbouwen. Dat zie ik ook heel vaak. Hoe vaak mensen niet hun huis verbouwen en dan moet er weer jacuzzi in of er moeten weer tepels worden vervangen of het moet weer geschilderd worden. Telkens dat huis vernieuwen of er moet weer een nieuwe partner of een nieuwe vriendin of je gaat maar door. Verandering leidt
soms niet tot het voorkomen van boredom. Hè? Boredom voorkom je niet door changing the outside world. Boredom voorkom je door meditatie, voorkom je door contemplatie. Daarmee kan je boredom voorkomen. Dus niet om telkens maar die outside world en al die reisjes die je maakt, om dat dan altijd maar te doen. Op een gegeven moment ben je dat ook weer zat. Dus de outside world is niet verantwoordelijk voor jouw boredom, voor jouw verveling. En elk moment wordt nieuw als je bij je chakra zit. Dan wordt elk moment nieuw. Zelfs jouw partner wordt elke dag nieuw, omdat je telkens nieuwe dingen ziet bij je partner en telkens nieuwe ontdekkingen doet. Omdat elk moment jij in extase leeft. Dus als je elk moment in extase leeft, dan vind je alles mooi aan je partner of aan je vriendin. Zelf als ze boos is of huilt, kan je nog genieten van de tranen die ze heeft. Dat is heel gek, maar je houdt zoveel van iemand dat je ook houdt van de negatieve uitingen van je partner. Yeah? If you become more consciousness, you will be able to see that each moment is new. Hè? Dus each moment is new, is fresh. Dus je kan jezelf healen, je kan jezelf genezen, je kan jezelf refreshen. Maar dat straalt ook uit naar de buitenwereld toe. Dus each moment is new. Changing outside things is not going to help. It's just like rearranging the furniture in your room again and again. Dus het heeft geen zin om telkens de buitenwereld te veranderen. Om af te komen van jouw verveling. Ja, dit was het verhaal van Osho. Being in love. Hartstikke bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende Book Report. Hi.